versterkt hier. Ja, dat ik Nou, we gaan DJ, we draaien nog een plaatje, gaan we doen. Dat wil zeggen, om beurten een nummertje draaien. En nu is DJ Den Devo. Dus gewoon ergo hier, alleen het is buiten ja, om en bij 40 graden. We hebben 3 grote ramen. Waarschijnlijk een plat dak. En een plat dak, want het zit op de bovenste verdieping. Dus het is hier snikheet binnen. Maar goed, 2 trainingssessies gehad. Morgen de officiële training en dan wordt het 44 graden. Dus ik ben benieuwd hoe het bevalt. Three,
the train went. Wow, dat blijft je gewoon helemaal naar binnen, man. Oh, heel mijn kamer is gewoon in één keer zeek net. Ze kwamen wolken aan het livestream, maar Jackie zei, vertekend beeld. Altijd vertekend beeld. Een minuutje later. All today, Hall. Good luck to all the riders out there. Ja, Jacques, ik moet ik even opnemen. Ja, ik moet nou vertellen hoe mijn weekend is gegaan. Nou, één woord. Whack! 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 Nou, dat was het. Doei. Waar zit je nou hier weer? Ik ben hier op aan het nemen, hè? Waarom? Waar komt die jongen? Whack! Mensen, Nikiman denkt alleen maar aan zichzelf. Niet, ik denk aan jou. Nikiman denkt alleen maar aan zichzelf. Ik ben hier voor mijn video op aan het nemen en dan komt hij weer met zijn. Joris, we verpesten heel je video. Niet ik. Maar goed, dus ja, eerste raceweek achter de rug. Ging niet helemaal zoals ik wilde. Voelde mij verder op zich ook goed. Maar dat is niet altijd genoeg. Het mooie was. Ik fietste met mijn GoPro. Want ik had vrijdag had ik een formuliertje ondertekend dat ik met mijn GoPro mocht rijden. Alleen, dat bleek dus alleen maar voor in de training. Dus voor mijn 1-8 kwamen ze dat hij eraf moest. Verder geen probleem, dus ik had hem netjes afgehaald. Na de 1-8, toen ik eruit lag, kwamen ze gewoon met een officiële waarschuwing. Ze gingen gewoon een officiële waarschuwing geven. Dus vandaar dat op zondag geen GoPro-beelden waren, behalve in de training. Maar goed, raceweekend achter de rug. En op naar de volgende. Dankjewel voor het kijken.